Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 21 november 2016. Dat is het bulletin van maandag. Vandaag is er kort nieuws en een aflevering in de serie over de historie van onze hobby. Daarnaast is er morsen en een SSTV-afbeelding in PD90. Het is al de derde keer dat ik dit overdoe. Mijn ene oor zit een beetje dicht en ik hoor daardoor wat vreemd. Jezelf gek terug horen, dat heeft toch wel degelijk invloed op de vaardigheid van het uitspreken van woorden. Er is sinds vandaag een nieuwe melding primair gebruik op 13 centimeter. Het gaat om 18 december in Amsterdam op de mooie frequentie 2, 3, 4, 5 megahertz. Die dan niet door amateurs rond Amsterdam gebruikt mag worden vanwege Ajax-PSV. De stichting DECARS neemt haar radioamateurpanel bijzonder serieus. Zo serieus dat onder de deelnemers eraan binnenkort, datum is nog niet bekend, een nieuwe IC7300 verloot zal worden. Dit om te stimuleren dat zoveel mogelijk amateurs deelnemen. DECARS is een sterk voorstander van één organisatie in de vorm van een bond of een unie, in plaats van een Veron, een VSTA en een DECARS. Eerder stelde DECARS via voorstellen in de VR van de Veron en de ALV van de VSTA al een fusie voor. Daar gingen de handen niet erg voor het voorstel op elkaar, waarbij termen als behoefte aan diversiteit en eigen cultuur naar voren kwamen. Wat hierna over dit onderwerp komt, is een noot van de redacteur van de Daily Minutes. Het betreft dus een stukje opinie. In Nederland is in amateurland al opmerkelijk weinig versplintering als je naar andere landen kijkt. En dat is zeker opmerkelijk als je je bedenkt dat juist in Nederland de versplintering van organisaties, deels nog door de vroegere verzuiling, in het algemeen juist veel meer voorkomt dan in het buitenland. Om een of andere reden zijn de amateurs over de hele wereld juist sterk geneigd om zich meer af te splitsen dan binnen andere hobby's. In België zijn er bijvoorbeeld drie grote verenigingen, de VRA, de UFRC en de UBA. In het Verenigd Koninkrijk heb je een aantal sterke regionale amateurclubs met een zeer verschillende eigen cultuur, zoals SXM, Norfolk Amateur Radio, de CDARC in Cambridge en de WADARC in Worthing en West Sussex, om er maar enkele te noemen. Ook in Nederland zijn er trouwens andere amateurorganisaties actief dan alleen de Veron, de VSTA en DECARS. Zo is er de Europese ERAO, hoewel ik niet helemaal zeker weet hoe groot die in Nederland precies is. En er zijn verschillende grotere en kleinere lokale verenigingen van centamateurs, zoals de NVRA, of vriendenclubs als het Barnet of de onafhankelijke Brabantse radioamateurs, die niet aan een andere vereniging gelieerd zijn en die soms heel actief zijn. Ik denk juist dat het goed kan zijn als enkele landelijke verenigingen soms samen optrekken in bepaalde kwesties en in andere gevallen elkaar juist weer scherp houden. Dat zie je ook nu, waar DECARS en Veron zich beide voor een onderzoek onder de amateurs inzetten. DECARS heel onderwerpgericht onder alle amateurs en Veron breder, maar dan alleen onder de eigen leden. In Groenland is er een nieuw baken bij op 70,047 MHz met 25 watt en een dipool die in noordelijke en zuidelijke richting straalt. Roepnaam is Oscar X-ray 4M van 4 meter. Op dezelfde locatie staat al een baken op 50,047 MHz en die werkt onder de call Oscar X-ray 6 Mike. Dit is deel 14 van de historie van onze zendhobby. We naderen de huidige tijd en daarmee misschien ook wel het einde van de historie. Nou ja, dat gaat gewoon door, maar in ieder geval het einde van de mogelijkheid om het daarover te schrijven. Maar goed, het is toch niet helemaal waar ook. Er zijn nog genoeg zaken die we nog niet hebben uitgediept. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vinden. Maar wat ik zelf graag ook nog zou willen doen, is wat meer duiken in de historie van de legendarische amateurmerken. Sommigen spreken daarbij wat meer aan dan anderen. Collins, Heathkit en Allocraft zijn merken waar ik zelf graag wat mee zou doen. Misschien is het wel omdat de Japanse apparaten vooral zulke goede werkpaarden zijn. Haast iedereen wilde wel een Heathkit of een Collins in de tijd en in mindere mate een Atlas, toch ook een uit de VS komend merk. Ik ga, als ik daar aan toe ben, gewoon op deze merken researchen en ik zie wel hoe lang het graven in die merken interessant blijft. Vandaag ga ik wat mijlpalen uit de amateurhistorie behandelen en wel vooral vanuit een Europees perspectief. Zo'n overzicht is ook heel goed om inzicht te krijgen in hoe oud bepaalde ontwikkelingen zijn die we nu vaak heel gewoon vinden. Ik begin daarmee in 1946. In dat jaar vonden in de VS de eerste verbindingen door amateurs plaats op de 10 GHz en de 21 GHz band. Die laatste band is later vervangen door de huidige 24 GHz amateurband. De eerste maanreflectie-echo's door amateurs werden in 1953 waargenomen. En de eerste tweewegverbinding via de maan door amateurs vond 7 jaar later in 1960 plaats. We noemden het eerder al, in 1961 werd de eerste amateursatelliet gelanceerd, Oscar 1. Deze werd in 1962 gevolgd door Oscar 2. Beide amateursatellieten waren passieve satellieten, dat wil zeggen ze hadden alleen een bakenzender aan boord en geen transponder. De eerste amateursatelliet met een lineaire transponder, Oscar 3, die kwam er in 1965.
Om aan te geven hoe bijzonder dat was, Oscar 1 en Oscar 2 waren satellieten zoals Sputnik dat ook was. Tussen Sputnik en Oscar 1 en 2 zaten respectievelijk 4 en 5 jaar. De eerste amateur communicatiesatelliet met een transponder was dus Oscar 5 in 1965. De allereerste communicatiesatelliet überhaupt, dat was een militaire satelliet genaamd Courier 1B in 1960. De eerste burgercommunicatiesatelliet was Telstar 1. Die werd gelanceerd in 1962, slechts 3 jaar eerder dan de eerste amateurcommunicatiesatelliet. In 1965 ook, dus midden in de Koude Oorlog, vond via Oscar 4 de eerste amateurverbinding plaats tussen de VS en de Sovjet-Unie. Verder was 1975 het jaar van de eerste rechtstreekse verbinding tussen twee amateursatellieten. Dit alles laat zien hoezeer amateurs bij een ontwikkeling als ruimtevaart voorop lopen. In de volgende aflevering behandelen we de belangrijkste mijlpalen van 1975 tot aan recent. Het meest recente wapenfeit is daarbij de eerste amateurverbinding door middel van reflectie, niet via de maan, maar via de planeet Venus. Die verbinding vond in 2009 plaats. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQ-SSTV voor iOS. Verder is er MM-SSTV voor Windows en Q-SSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Nee, die ken ik niet.